Stel je voor dat je als vader, moeder voor een van je kinderen een plek zoekt of wilt helpen zoeken voor een bijbaantje. Je hebt vrienden die een bedrijf hebben en je vraagt ze van joh, heb jij niet een plekje voor onze dochter of onze zoon om wat bij te kunnen verdienen? Wat vind je? Is dat een manier om elkaars vriendschap te gebruiken? Ik vraag dat omdat ik er tegenaan liep toen ik een stukje las bij Augustinus. Augustinus heeft over een heleboel dingen geschreven. Hij was een kerkvader die veel invloed heeft uitgeoefend. En hij schreef onder andere over de vriendschap. En ik las een uitspraak bij hem die mij even aan het denken zette op dit punt. Hij zei: bij echte vriendschap voert onbaatzuchtigheid de boventoon. Ik kwam dat tegen in een leuk mooi boekje van Paul van Geest en Monique Slingerland, 7 vragen aan Augustinus. Bij echte vriendschap voert onbaatzuchtigheid de boventoon. Nou, in dat voorbeeld wat ik nu noem, zit eigenlijk dat je een soort belang nastreeft. Je wil iets bereiken voor een van je kinderen en je gebruikt daarvoor de vriendschap. Als dat nou bij een collega was geweest of bij een kennis, nou ja, dan had het alweer misschien wat anders aangevoeld. Want, och, die kan dan ook gewoon zeggen van, joh, weet je, ik ga daar niet op in. Je zoon of je dochter, die kan net als andere jongeren solliciteren voor een plek. Laat die maar langskomen. Maar stel je nou voor dat je vrienden zo reageren. Zal dat een teleurstelling voor je zijn? En stel je nou nog eens voor dat je dan op een gegeven moment zegt van joh, maar weet je nog, 2 jaar geleden heb ik jou geholpen als vriend toen er eventjes in jullie gezin wat nodig was om op te lossen. Hè? Een van jullie kinderen moest toen eventjes uit huis en was toen bij ons welkom. Nou ja, hè, dus kortom, help mij nu dan even met ons kind op een punt wat toch veel minder ingewikkeld is. Ik weet niet hoe jij het aanvoelt, maar ik denk dat dat de vriendschap belast, omdat het lijkt alsof het toch een beetje in de sfeer komt van een soort, nou ja, handelsovereenkomst. Hè? Als jij wat voor mij doet, doe ik wat voor jou. En dat is het tegenovergestelde van onbaatzuchtigheid. Echte vriendschap, zegt Augustinus. Daarin voert onbaatzuchtigheid de boventoon. Misschien is dat wel goed gezegd, omdat dat dus ook suggereert dat er dus ondertonen in een vriendschap kunnen zitten. Dat je inderdaad toch hoopt dat de ander iets voor je kan betekenen. Hè, onbaatzuchtigheid denkt alleen maar van, joh, ik waardeer die persoon. Ook al betekent hij niet in de sfeer van voordelen iets voor mij of zo. Ja, dat is de liefde toch? Net als de liefde. Nou ja, dit soort mooie gedachten kan denk ik een goed gesprek opleveren. Zeker ook als we het briefje van Paulus aan Filemon lezen. Want daar gebeurt wel een beetje wat ik net vertelde, dat Paulus eigenlijk een gunst vraagt voor Onesimus. Hij zegt dat is mijn kind geworden, mijn geestelijke kind, omdat hij christen geworden is. En hij vraagt Filemon om hem op te nemen in de huisgemeente, als was die Paulus zelf. En dan herinnert Paulus Filemon eraan dat hij wel, nou ja, misschien nog wel weet hoezeer hij zelf zijn leven te danken heeft aan Paulus. Is dat een vriendschap waarin de onbaatzuchtigheid de boventoon voert? Of moeten we misschien de relatie tussen Paulus en Filemon helemaal niet meer als, of niet per se als vriendschap typeren, maar gemeenschappelijk in het koninkrijk van God aan het werk? En dus gemeenschappelijk gewonnen voor het hoogste belang, namelijk de liefde voor Christus en de voortgang van het evangelie. En dat je daarom ook dit soort verzoeken mag doen
aan elkaar, met een appel op wat je al eerder voor elkaar had betekend. Dus dan krijg je een ander soort relatie. Maar welke dan? Hoe typeer je die dan? Nou ja, dat lijken mij leuke vragen voor een verdere bespreking van de brief van Paulus aan Philemon. En ik wens jullie daar heel veel plezier bij.